Hoi, ik ben Joost. Welkom bij Hotel Happy van het Vergeten Kind. En ik ga jullie een rondleiding geven van onze mooie accommodatie. Leuk, ik ben benieuwd. Nou, we hebben hier twee gebouwen. Het ene gebouw is het groepsgebouw. En dit is het speelgebouw. En daar gaan we eerst even samen kijken. Oh, lekker kleurrijk, hè? Dat is mooi, hè? Ja. Ja, allemaal vrolijke kleuren. Dat is voor de kinderen ook meteen... Dat ze meteen vrolijk worden. Ja. Dus dat werkt super goed. Dan ga ik als eerste de theaterzaal laten zien. Mm-hmm. In de theaterzaal doen we de Bonte Avond. Maar hier kunnen ze ook een film kijken of een dansspel. Daar hebben we dansmatten staan waarmee ze een dansspel kunnen doen. Fantastisch. Ja, dan gaan we eigenlijk naar het paradeplaatje van het hotel. En dat is de binnenspeeltuin. Oh, ik zie het al. Ik zie hier een tafeltennistafel. Ja, en... Dit lijkt een beetje op Monkey Town, toch? Ja, ja, onze eigen binnenspeeltuin. Ja, dus hier kunnen ze echt al hun energie kwijt en even lekker... Fantastisch. En het is voor alle leeftijden, dus als jullie willen, dan mag je er altijd even in. Ja, of even van een gele glijbaan. Ja, leuk. Die is ook altijd leuk. Ja, heel leuk gedaan voor de kids. Ja, toch? Ja, hier worden ze... Die willen niet meer naar huis, nee, joh. Nee, het liefst zouden ze willen blijven, denk ik. Ja. 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 Dan gaan we door naar de skelterbaan. Ja, dus we hebben hier alle skelters gestald staan. En dan hebben we hier rondom het bos helemaal een skelterbaan lopen. En ook een speelbos, dus daar doen we alle bosspellen. Volgens mij... En van het skelter, ik zat daar te kijken, ik vind dat ook wel vet. Ik ga die eens uitproberen. Die is fantastisch. Die ken ik wel, maar... Pas op, hè! Oh! Heel stabiel dit. Ik ga je duwen. 1, 2, ready? Yes. Daar ga je. Spieren! Nou, laat ik jullie een slaapkamer zien. We hebben hier 12 slaapkamers van 4 personen. Netjes. Die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Een leuk stapelbed. Ja, dat is een mooi stapelbed. En allemaal een eigen toilet en een eigen douche. En wat is eigenlijk de leeftijdscategorie van de kinderen die hier komen? We organiseren vakanties voor kinderen van 6 tot 18 jaar. En dat is dan weer opgesplitst in 4 leeftijdsgroepen. En die komen hier dan en de vrijwilligers die begeleiden ze dan tijdens een week of weekend. Ja, dan voor ruim 1400 kinderen per jaar organiseren we hier de vakanties en weekenden. En dat is dan verdeeld over alle schoolvakanties. En ongeveer 40 weekenden per jaar. Okay. Ja. En hoe kunnen kinderen zich aanmelden? Hoe komen ze bij je Hotel Happy terecht? Via het Vergeten Kind, een aanmeldformulier. En vaak via de instanties waar de kinderen bekend zijn, komen ze terecht bij het Vergeten Kind. Via de gemeente ook, toch? Ja, kan bijvoorbeeld. En via die weg kunnen ze zich eigenlijk aanmelden voor een vakantie of een weekend. Super. Ja. Leuk. Heel leuk. Ik wil ook een keer. Een midweekje ook. Altijd welkom. Het enige waar ze ruzie over kunnen maken is die boven slaapt dan. Ja, ja, dus, maar dat doen ze in een week ook nog wel eens wisselen. Dus dan spreken ze af. De groepjes zijn vaak 3 kinderen. En dus dan kunnen ze nog in de week doorwisselen. We zorgen ook voor dekbedden, linnenpakketten. Dus dat het wel echt een hotelgevoel krijgt. Ja. Of van, ik ga op vakantie in een hotel. Dit is de kampvuurplaats. Dus hier kunnen ze lekker s'avonds een kampvuur doen. Marshmallows. Ja, de marshmallows lekker. Ja. Ja, of met een wok gaan ze zelf vuur maken, net Expeditie Robinson, zeg maar. Leuk. Dus ja, dat doen ze hier ook. Ja. Ja. Ja, dit was het einde van de rondleiding bij Hotel Happy. Dankjewel. Ja, echt bedankt. Het was echt super interessant. En ja, bedankt voor de hele dag en de rondleiding. Ja, het is echt een bijzondere plek hebben jullie. Heel mooi. En super leuk voor de kids natuurlijk. Ja, graag gedaan. En leuk dat jullie hier zijn geweest. Ja. Wel thuis. Dat gaan we zeker doen. Nee, we gaan nog niet naar huis, we gaan nog stappen. Ja, we gaan nog even een rondje maken hier. Tot ziens. Tot ziens, dankjewel. Bedankt. Tot ziens, hè. Doei. Dag. Bijzonder, hè, dat Happy Hotel. Ja, het is heel mooi om te doen. Echt super rondleiding gehad. Ja. Mooie dag ook. Ja, en natuur, prachtig. Ja. Hey, we hebben een zonnetje mee, maar op hoeveel stappen zitten we nu eigenlijk? 2600, bijna 2700. Dus nou, mooi op. We zijn goed op weg. Ja. Maar we gaan voor de 10, hè? We gaan voor de 10, dus let's go. Een stukje.